Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door energiedirect.nl. Goedenavond, welkom bij PSV TV. PSV wint met 3-1 van ADO Den Haag. Het benut een strafschop. Luc de Jong scoort weer. En de concurrentie laat punten liggen. Dat is een goed weekend voor PSV, toch Aad? Ja, dat zijn dubbele punten. En vooral heel erg belangrijk voor PSV. Spelers die afgeschreven waren door de media, ja. Waar ik erg op ben tegen geweest. Alles werd op één hoop gegooid, waardoor PSV verloor of PSV gelijk speelde. Het was maar één man die daar de schuld van kreeg. En die heeft zaterdag formidabele prestatie geleverd, Luc de Jong. Dat vond ik onterecht. En hij heeft alle criticasters met zijn benen en met zijn hoofd de mond gesnoerd. Ja, nou, dat is mooi gezegd. We zijn blij dat je er bent. Welkom. Maar je hebt al te druk, hè, op maandag. We zagen deze foto's weer voorbij komen, Aad. Ja, dat is, maandag is de oppasdag. Dus dat begint 's morgens om 9 uur. En mijn vrouw zegt, nou dan even een uurtje ertussendoor, kan geen kwaad. Dan kan ik wel even met die kleine wandelingetje maken buiten. Dit is Kiet, mijn kleinzoon. Kijk je nou ook wel zo samen voetbal met Kiet? Nou, ik moet zeggen, hij houdt wel van bewegende beelden. Dus ik heb wel eens een keer, als hij lastig was, zo'n wedstrijdje op maandagmiddag, wat nog uitgezonden werd van het vorige weekend. Ja. Dat vindt hij wel interessant. Dus mijn hoop is ook dat hij dat PSV-pakje wat ik van jullie gekregen heb. Ja, dat heb je vorige dat keer hij dat, dat hij dat gaat dragen. En dat we hem snel aan het balletje kunnen krijgen. Ja, en in het Philipsstadion zien. Dat zou helemaal top zijn. Op die middenstip. Dat zou een droom zijn. Met Aad als trainer, wie weet. Nou, dat gaat niet meer dan. Dat gaat... Goed, we gaan even naar het trainingsveld. Vanochtend werd er gewoon getraind door PSV en er waren heel veel blije gezichten. De selectie begon vanmorgen aan een relatief rustige week zonder midweekse verplichtingen. Een op het oog ideale voorbereiding op de wedstrijd van zaterdag in Kerkrade tegen Roda JC. En kijkend naar de ziekenboek zagen we vandaag dat zowel Jurgen Locadia als Jorrit Hendricks weer voor een groot deel met de groep meetrainde. Bij Locadia zagen we dat al vaker, bij Hendricks was dat voor het eerst. Hij komt dus ook steeds dichter bij zijn rentrée. Ook Joshua Brenet was weer buiten. Hij herstelt van een enkel blessure, maar werkte zijn programma nog apart van de groep af. En dan is er vanavond ook competitievoetbal op de hertgang. Jong PSV ontvangt FC Os en hoopt de smaak van de nederlaag tegen Volendam weg te spoelen en zich weer in de top van de Jupiler League te nesten. Ja, we zagen beelden van het trainingsveld. Hoe staat het er op dit moment voor met de ziekenboeg van PSV, Aad? Ja, wat ik net hoorde. Dat gaat altijd als de resultaten weer positief zijn, dan willen ze allemaal weer snel aansluiten. Je hebt ook wel eens spelers, als het wat minder gaat, denken ze, laat maar allemaal mij voorbij gaan. Ik pak er nog een week hierbij. Ah, dat is jouw ervaring als trainer, dat spelers snel die hebben bereiken. Dat dan zo. Hè? Dus ik pak nog wel een weekje extra, dat komt wel goed. Maar nu zie je toch dat er nu weer een nieuwe concurrentie bijgekomen is. Ik heb zaterdag genoten van één speler, die Shishenko. Dat is een geweldige speler in wording. Ja. Die een steekbal kan geven. Arias bloeit met hem op. Ramselaar in die driehoek. Ja, alles ging eigenlijk in de wedstrijd over de rechterkant. Ja. Shishenko is een lust om voor het oog, voor een liefhebber en ook voor de fans, dat hoorde ik achter mij. Die zijn nu al verliefd op Shishenko. Ja, creëert gigantisch veel kansen in de wedstrijd. Gaan we zo ook nog heel even op inzoomen. Als je heel even kijkt naar de ziekenboeg van PSV, Andres Guardado. Het lijkt er nu op dat hij mikt op Ajax. En dat is terecht, Aad. Nou ja, dat is geen toeval, want ik denk dat dan de geschiedenis zich herhaalt. Hij heeft dat het verleden jaar ook gehad, dacht ik. Hè, dat iedereen dacht dat hij Ajax niet zou halen. Hij stond er tegen Ajax en PSV won de wedstrijd ook tegen Ajax. En hij is natuurlijk hij heeft ervaring als oudere speler om met blessures om te gaan. Hij kent zijn eigen lichaam heel goed. Dus ik kan me best voorstellen dat dat een extra motivatie voor hem is en een goede sleutel zou kunnen zijn op 18 december in de Arena. Ja, want dat gaat heel veel schelen als hij weer meedoet. Nou, in die wedstrijden zeker. He, voor je balans, wat ik ook zag tegen ADO, zou je met hem een nog betere balans kunnen creëren. En, ook voor je opbouw? In je... Vooral voor dat.
Maar vooral omdat je dan ook sneller bijvoorbeeld Pereiro aan de linkerkant en Shishenko aan de rechterkant aan de bal kan krijgen. Hoe sneller dat is, dat is wel van belang als je tegen Ajax gaat spelen, dat dat heel snel gaat gebeuren. Omdat Ajax vooral natuurlijk over de backs, Sinkgraven en Veldman kwetsbaar is. Ja, jij noemt net heel even kort al ADO Den Haag. We gaan ook even terug naar afgelopen zaterdag. Die wedstrijd in het Philipsstadion, PSV tegen ADO Den Haag. In thuiswedstrijd 7 verdubbelde PSV bijna de totale thuisproductie die nu op 7 staat. De mooiste was de 3-0, gemaakt door de meest besproken PSV'er. Ik kijk altijd uit het teambelang en natuurlijk is het voor jezelf ook lastig van je schouders afvalt na een periode dat wat minder voor je ging. Ja, zeker. De Jong maakte er 2, maar bij zijn eerste was er even twijfel of hij hem wel op zijn naam zou krijgen. Het waren wel degelijk 2. Ik voelde zelf wel degelijk dat ik hem heel licht op mijn haar schampte toen op mijn schouder. Zeg, volgens mij, want ik leek niet of ik hem kopte, maar toen raakte hij nog lichtjes met mijn schouder aan. Hij had ook wel een doelpuntje nodig natuurlijk. De druk wordt opgevoerd, zeker van buitenaf. Dus ik ben blij dat hij gescoord heeft. En druk lag er ook op Gaston Pereiro, die in de eerste helft de band wist te breken met een benutte penalty. Het was lekker ook om thuis een keer 3-0 voor te komen, want dat is ook lang geleden. ADO Den Haag kwam nog wel terug tot 3-1, maar de winst kwam niet meer in gevaar. Ik hoop dat we de komende periode weer een fase neer gaan zetten, wat we denk ik afgelopen seizoen ook rond de winststop, na de winststop hebben gedaan door veel te winnen. En de druk op te voeren op de concurrenten en het liefst willen ze zo snel mogelijk inhalen. Ja, het was toch wel een beetje de wedstrijd van Luc de Jong en we zagen Siem de Jong weer terug. Bij zijn broer. Is een goede combinatie, vind jij, Aad? Nou, Siem is natuurlijk nog zoekende. Dat merk je gewoon. Het is niet de Siem de Jong die we van Ajax meer kennen. Maar dat heeft ook zijn. Dat weten we. De scorende. Hij is er lang uit geweest. Hij heeft veel wedstrijden nodig. En dat krijg je alleen maar als je veel wedstrijden gaat spelen, dat ritme. Ja. Maar of je hem dat ritme kunt geven, dat is een andere vraag. Ik denk toch als Hendricks en Cuadrado terug zijn. Dat het dan toch via Jong PSV en invalbeurten moet gebeuren, maar niet vanuit de basis. Ja, we gaan even naar Luc de Jong. Zijn doelpunten, hij scoort weer. Dit had hij even nodig, hè? Ja, maar hoe correct is die man niet geweest voor de club? Hoe correct is hij niet geweest voor de selectie? Voor heel PSV. Elke jonge speler kan daar een voorbeeld aan nemen. Ja. Hij heeft zijn benen en zijn hoofd laten spreken, wat ik net al zei. En ik gun het de jongen ook van harte. En het is ook een geweldige goal die hij maakt. Het is niet zomaar iets. Als je 2 benen kunt gebruiken. Technisch goed uitgevoerd. Ja, geweldig. En dat zal hem zeker deugd doen. En die gaat weer zijn kooltjes meepikken tot aan de winterstop. Ja, je ziet hem de catacombe inlopen met een grote glimlach. Logisch dat je door zo'n wedstrijd zelfvertrouwen tankt. Hoe hoog wordt dat zelfvertrouwen weer na zo'n wedstrijd? Wat is jouw ervaring met spelers die even droog staan en dan weer een doelpunt maken na lange tijd? Hoe hoog stijgt dat zelfvertrouwen weer? Nou ja, meestal is het zo dat zolang als ze geen goals maken, zolang gaat het meestal ook duren dat ze bij elke wedstrijd een coach gaan meepikken. Dus ik zou eigenlijk wel een weddenschap willen maken dat Luc de Jong tegen Roda wel een doelpunt maakt. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Dat gevoel heb ik. En wat is de invloed dan geweest van Cocu, hè, die ook heeft gezegd van, nou ja, tegen Atletico speel dan even niet. Ik geef je heel even rust. Is dat van invloed geweest? Ja, dat is van invloed is geweest zijn kopbalgoal. Ja, want ik kan me de 7e minuut herinneren, ik weet niet of je die beelden hebt. Die steekbal van Shishenko, dat die bal van zijn schoen af vloog. Ja, toen hoorde je al geroezemoes op de tribune, weet je. Ja, maar vanaf het moment, hij heeft het zelf gedaan. Hij heeft die goal gemaakt en dat geeft hem weer direct lucht. En dan de tweede goal die zo mooi was, dat heeft het vertrouwen ook een boost gegeven. Dus ik denk dat de samenwerking tussen Cocu en de Jong perfect is. Ja, en, want die rust had hij toch wel even nodig. Ja, en Cocu is al in die dingen ook wel de rust zelf, vind ik. En dat is ook wel heel fijn. Die snapt wat hij nodig heeft. Wat ook opvallend was natuurlijk, de aanvoer naar Luc de Jong was goed. En jij besprak dat net al even. Je doet daarmee denk ik ook op Zinchenko. Ja, Zinchenko, dat is een van die ballen die hij kan steken, zoals Messi die ook kan steken. Hij heeft een beetje van die Messi-achtige dingetjes in zijn spel. Hij kan ze met een goede snelheid kan hij ze neerleggen. En het mooiste voorbeeld is, als je de beelden maar eens goed moet nakijken, dat ook Arias beter gaat spelen door hem. Dus hij kan steekballen geven. Hij kan Arias op de goede momenten wegsteken aan die kant. En daardoor is die rechterkant is zo sterk. Ja. En dan het mooiste, dat vond ik nog het allermooiste, dat is de slagroom op de taart is als Ramselaar gaat vertrekken vanuit het middenveld, wat hij graag doet, dan krijgt hij hem haarzuiver, krijgt hij hem aangespeeld. Hij krijgt altijd een balletje eroverheen. Dat ziet hij van tevoren. Ja. En
Ja, ik weet niet hoe het contract van de jockey in elkaar zit. Twee jaar. Voor 2 jaar wordt hij gehuurd van Manchester City. Oké. Ja, ik weet niet of er een optie tot koop in zit. Ja. Als dat erin zit, dan zou ik hem vandaag al halen. Maar het zou wenselijk zijn. Daar gaat PSV nog heel veel plezier van hebben, ook de fans. Ja. Want dit is de broodnodige creativiteit die er een beetje ontbrak. Ja. Die is dan nu door Sischenko bijgekomen. Hij speelt een beetje hangend op rechts, maar is nou middenvelder of een aanvaller? Nou ja, dat is... Ik denk dat hij een speler is, laten we dat maar zo definiëren. Hij is de speler die het allerbeste van allemaal tussen de linies kan spelen. Ja. Dus hij is een halve middenvelder, een halve aanvaller. Hij is een fenomeen tussen de linies. Ja. Veel lof voor Oleksandr Zinchenko, zegt ook en valt ook op algemeen directeur Toon Gerbrands. Hij komt hier binnen en in zijn eentje doet ook niet moeilijk over. Weet dat hij hier wordt neergezet onder het mom van ik ga ooit een keer in Manchester City 1 spelen. En straalt dat op alle gebieden uit. Hij wilde gewoon ook binnen een week gewoon spelen. Onder we uit het schema's bekeken. En hij zei oké, de volgende wedstrijd is, ik geloof tegen, wat was het, Groningen of zo. Hij zei, daar kan ik wel weer staan. Dus met andere woorden, prachtig iemand. Een hele extravert speler en volgens mij een jongen met een grote toekomst die exact weet wat hij wil. Ja, Manchester City die controleert alle spelers die zij verhuren. Dus elke wedstrijd wordt er gekeken. Bij training wordt er zelfs af en toe gekeken hoe het met hem gaat. Er wordt contact gehouden met ons over zijn vorderingen. En ze komen hier dus kijken van hoe het met het hem gaat. En ook hij had een bepaalde aanpassing nodig. Dat onderschatten mensen ook wel eens een keer. Bij een club, er wordt hier gemeten, er wordt hier gedaan, er wordt hier hard getraind. Welke plaats elftal moet je hebben? Dus met andere woorden, het kost al een bepaalde tijd. Mensen denken hij kan gelijk spelen. Dat is niet zo. Maar ik moet wel zeggen, hij had zelf wel de rust. Dat hij wist dat het nodig was om uiteindelijk een stabiele positie in het elftal te krijgen. Het blijft een teamsport, het blijft afspraken maken met elkaar. En dan kan je meerwaarde betekenen en niet in omgekeerde volgorde. Ja, Zinchenko, geweldig als speler, geweldig als mens. Laten we even kijken naar de stand in de Eredivisie, Aad. Jij zei, Feyenoord is bij de winterstop geen kampioen meer. Of staat niet meer aan kop bij de winterstop. Ja. Wie staat er wel aan kop in de winterstop, denk jij? Ik denk dat Ajax aan kop staat. En dat, dat PSV op 4 punten staat van Ajax. Ajax zal ook nog op punten laten, maar ik denk dat cruciaal gaat worden 18 december. 18 december wordt voor Ajax en PSV cruciaal. Hoe groot of hoe klein zijn die verschillen tussen Ajax en PSV? Het verschil is dat PSV nu weer in vorm gaat raken. Dus dat is precies op tijd om nog die wedstrijden goed af te werken tot aan de winterstop, waar toch ook weer 9 punten zijn te verdienen. Ajax zit in zijn topvorm. Ja. Dus, PSV zal op 18 december ook top moeten zijn om Ajax weerstand te kunnen bieden. En kijkend naar spelersmateriaal, wie heeft dan volgens jou de beste papieren? Is dat nog steeds PSV? PSV heeft qua ervaring de beste selectie. Maar dat wil niet altijd wat zeggen, de ervaring. De honger moet terugkomen. De strijdlust moet weer 100% terugkomen. Ajax heeft een jongere selectie, waar wel veel honger in zit en veel mogelijkheden in zit. Ja. Maar Ajax heeft ook nog zijn kwetsbare punten, daar blijf ik van overtuigd. Ja, Ajax doet wel goede zaken in Europa. PSV verliest dan van Atletico. Zijn die ploegen Europees een beetje vergelijkbaar met elkaar? Nou ja, ik denk dat ze allebei doorgaan. Ik ben ervan overtuigd dat PSV 6 december hier die klus gaat klaren, zeker naar wat ik gisteravond gezien heb of zaterdagavond tegen ADO. Ja, met de druk van moeten winnen. Ja, maar die lijn moeten ze door kunnen trekken. Hier thuis, met het aanvallende potentieel wat ze hebben en met het middenveld, moeten ze Rostov langs de kant kunnen zetten. Ja, moeilijke ploeg, counterploeg, taaie ploeg. Dat gaat toch een verrassing worden, of is dat geen verrassing dat PSV hier thuis wint van Rostov? Nou, je hebt sowieso het voordeel dat het een thuiswedstrijd is. Die moet je met beide handen pakken. Je moet dat echt tactisch goed aanpakken. Dat kan je wel rustig overlaten aan de technische staf. Je moet wel je momenten kiezen en ook weten waar de sterkte van je tegenstander zit. Je zal niet als een gek moeten beginnen. Zij zijn heel sterk in de omschakeling. Ze zijn heel sterk in een verre ingooi, in een hoekschop en een vrije trap met hun lengte. Ajax wist het. Anderlecht wist het,
PSV wist het. Bayern wist het. En Bayern nog erbij, ja. En alle vier zijn ze erin gestonken. Ja, ja. Dus je moet, die wedstrijd moet alles perfect zijn, of bijna perfect. Met je muur, met je hoekschoppen verdedigend. Maar wat moet verder tactisch daar het antwoord op zijn? Als je weet dat je tegen zo'n ploeg speelt? Nou, je concentratie moet van minuut 1 tot minuut 95 moet 100% zijn. En elke kans die je gaat krijgen, die zal je moeten benutten. Niet denken dat je er nog 2 of 3 gaat krijgen. Hm. Een strafschop moet binnen. Ja. Ja, ja. De details, die gaan... Die zijn heel belangrijk en dan moet je het geluk hebben dat het publiek ook begrijpt, hè, dat ze de volledige steun achter de ploeg gaan gooien op 6 december. Want dat wordt van levensbelang. Maar eerst nog komende zaterdag tegen Roda JC uit. Die hebben pas 8 goals gescoord. Die hebben 11 punten. Kampioen van de gelijke spelen. En zou je bijna denken, waarom zou deze ploeg nog gevaarlijk kunnen zijn voor PSV? Nou, die hebben eerst een goede organisatie neergezet bij balverlies. En ik zie die ploeg ook wel groeien. Die hebben goede resultaten gehaald bij PEC uit. Die hebben goed resultaat gehaald bij Twente uit. En gisteren op Kasteel zijn ze een metertje of 20 naar voren toe gegaan. Wat meer druk gaan zetten. Ja, ja. En daaruit scoorden ze in de wedstrijd toch 2 goals. Kwamen voor met 2-0. En ik moet zeggen, uiteindelijk werd het weer verbaasde mij dat ze nog dat ze slechts een punt meepakten. Ja, ja. Misschien is het ook wel goed dat ze niet gewonnen hebben. Of een nadeel. Zie je de hand van Vergozen trouwens bij Roda? Zie je dat enigszins terug? Hij is daar een beetje betrokken bij als adviseur. Nou, in ieder geval wel dat er een organisatie staat bij balverlies. Ja. En dat ze echt op de counter spelen. En dat het echt wel in elkaar past. De linie is heel dicht op elkaar. En ze leveren strijd van de eerste tot de laatste minuut. En ze hebben een paar gevaarlijke jongetjes voorin lopen. En Roda-PSV. En PSV-Roda zijn altijd hele vervelende wedstrijden. Ook voor Ajax in Kerkrade, maar zeker ook voor PSV. Ja. Er komen altijd andere dingen bij kijken. Dat is ondefinieerbaar, dat weet je. He, dus je moet daar ook 100% geconcentreerd naartoe gaan. Maar in de lijn van afgelopen weekend zou dit moeten lukken voor PSV? Dat is de conclusie dan, zeg maar. Dat is het hem juist. Ja. Dat is ook weer het gevaar, want er is in de voetballerij... In deze competitie is er niks meer zeker. Je moet elke keer weer afwachten wat er weer gaat gebeuren. Dat maakt het ook zo leuk aan de ene kant. Maar voor coaches en voor fans en voor de media is het onvoorspelbaar. Ja. Dus het is heel, heel moeilijk. Wat wel zeker is, niet onvoorspelbaar, is wie er morgen hier in de studio van PSV 2 aanschrijft. Kijk even mee. Morgen praten we in PSV TV uitgebreid met Geert Brusselers. Hij is de zoon van de legendarische oud-PSV'er Toon Brusselers. En nu trainer van PSV onder 19. Ja, PSV onder 19, we gaan het hebben over die Youth League, het avontuur daar. Jij kijkt er graag naar, hè? Naar PSV onder 19, de jeugdelftallen van PSV. Ja, alle jeugdelftallen wel. Woensdag ook PSV onder 17 tegen Ajax om 3 uur woensdagmiddag. Daarna komt mijn club hier weer langs, ADO, om 7 uur gaan we ook even kijken. Ja, dat zijn heerlijke wedstrijden. En er is geen Champions League deze week, dus we hebben alle tijd om dat ook weer lekker te volgen. Ja, rustig maar tot drukken. Dankjewel dat je wilde aanschuiven, Aad. Graag tot de volgende keer. U bedankt voor het kijken. Morgen dus gaan we het uitgebreid hebben over PSV onder 19, hun avontuur in de Youth League. En ze hebben afgelopen weekend weer gewonnen. Dus ik denk dat we een heel vrolijke Geert Brusselers kunnen verwachten. Al is hij eigenlijk altijd wel heel erg vrolijk. Tot morgen. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door energiedirect.nl.